Mijn man dwong me om bij zijn familie in te wonen. Hier werd ik geslagen. Ik verloor mijn eerste kindje halverwege de zwangerschap door al het geweld. In Syrië zijn dit jaar zo'n 8,5 miljoen meisjes en vrouwen misbruikt. Ze schamen zich. Praten erover is taboe. Ze zijn bang, depressief en onzeker. Maar dankzij de hulp kijk ik met meer vertrouwen naar de toekomst, waarin ik zelf weer voor mijn dochter kan zorgen. Met psychosociale hulpverlening in Syrië brengen we een beetje vrede voor deze vrouwen. Samen geven we ze weer zicht op een hoopvolle toekomst. Help je mee?